Yes, welkom mensen. We zijn er weer een keer voor een video review. En bij Niels en mij is vandaag natuurlijk onze vaste gastreviewer aangeschoven, Dimas. Hey, hey. Een Yes, gerespecteerd man. community member. Dimas, je hebt op ons verzoek de game Weapon of Choice DX gereviewd. Dat is natuurlijk helemaal in jouw straatje. Ja, En zeker. ja, de komende 10 minuten ga jij ons meenemen in deze game. En misschien kun je gewoon eens beginnen met te vertellen van ja. Wat voor soort game is het eigenlijk? En dan gaan we het daarna wel over hebben hoe jij de game vond. Ja. Nou ja, Weapon of Choice is dus een run-and-gun game in de stijl van ja, Contra, Metal Slug. En voor mensen die die games misschien niet kennen, een wat meer recentere Cuphead. Wat eigenlijk inhoudt is dat je dan door een level heen rent, schiet en zoveel mogelijk dingen probeert te ontwijken. Wat wel interessant aan deze game is dat die ontwikkeld is door Nathan Fouts. Die in het verleden voor Insomniac Games heeft gewerkt. Die je natuurlijk kent van Resistance Fall to Man of Fall of Man. En het is een remaster, want het is een game die in. Ik weet zo even niet welk Ja, in jaartal. die programma op de 360 Ja. alles verschenen is inderdaad, hè? Ja. Ja. Hey, en je noemt het is een run and gun. Je haalt onder andere Cuphead aan. Dan denk ik aan een game met veel levels, side-scrolling, zeg maar. Een hoge moeilijkheidsgraad. Kun je daar wat over vertellen? Waar bestaat de gameplay precies uit? Nou ja, de gameplay is vooral eigenlijk je rent door een level heen waarin je meerdere paden hebt. Deze paden zijn eigenlijk allemaal gevuld met enemies. Dan ga je erheen maaien. En op het einde van zo'n level krijg je een endboss. Het mooie eraan is wel dat je hebt 7 verschillende moeilijkheidsgraden. Dus je kan het vanaf easy, waarbij je echt misschien 1, 2 enemies per gedeelte tegenkomt. Ophogen naar ja, was het volgens mij mega wicked difficulty. En dan kom je echt bizar veel enemies tegen en stukken sterker. Dus ja, het is maar net hoe je het zelf hoe moeilijk je het voor jezelf wil maken. En maak je character nog iets van progressie in de zin van dat je bepaalde equipment vrijspeelt of je bepaalde wapens of artifacts kunt upgraden? Hoe zit dat in deze game? Nee, je hebt in deze game geen upgrades. Wat je daarentegen wel kan krijgen is extra characters die je in het level kan vinden. Die zijn ergens neergehaald en dan pak jij ze op. Moet je zorgen dat je naar het einde van het level krijgt. En op het moment dat je dat voor elkaar hebt gekregen, dan unlock je dus een nieuw karakter. In totaal kun je 7 karakters vrijspelen, waarvan 3 dus nog unlockable zijn. En als je. Ik weet niet meer helemaal precies de requirements, maar er is nog een secret character te unlocken. Dus volgens mij kom je dan op 8. Ja, 8 Kan me characters even uit. vergissen, maar. Dat zorgt er ook weer voor dat je dus eigenlijk een extra leven krijgt in ja, in de levels. Want op het moment dat jij doodgaat, pak jij meteen je volgende karakter. Kun je dan kiezen. En soms zie je nog wel eens in dit soort games hè, dat die characters een eigen speelstijl hebben. Dus dat daar dan ook een soort van variatie in ja, waarop je de manier waarop je de game kunt spelen. Hoe is dat in deze game? Ja, je krijgt hier. De karakters hebben allemaal een eigen soort wapen. Dat gaat van een. Wat heb ik gezien? Een flexibele chainsaw. Je hebt een vlammenwerper. Een karakter met een vlammenwerker. Je hebt een karakter met een. Je hebt een soort werpshurikens. En dat soort dingen. Daarlangs heb je ook nog een tweede optie qua wapen. En dat is ja, gewoon een soort mitrailleur. Hey, en wat zijn wat jou betreft nou de sterke kanten in deze game? Ja, ik vond eigenlijk het level design wel heel mooi. De graphics vond ik persoonlijk wel iets hebben. Het gaf mij een beetje een ouderwets gevoel. Een beetje, vroeger had je op internet van die flash games. En dat steltje, ja, dat zag er een beetje in terug. Ja, ik vind dat wel een mooi steltje. Terwijl ik de video zie, doet het me een beetje denken aan een soort 2D Serious Sam, joh. Echt allemaal gewoon trippy-achtige monsters die op je afkomen rennen en schieten graag characters. Ja, zo, ja.
Hey, dus de level design, dat is wel echt een pluspunt wat jou betreft. En zijn er nog meer echt wel sterke punten in deze game aan te wijzen? Ja, ik denk dat ik een van de sterkste punten wel de soundtrack vond. Ja? Dat is echt een heerlijke metal sound. Okay. Dus als je van metal houdt, dan op het moment dat je dit speelt, dan ga je wel lekker los. Ja. Nou, misschien is het toch voor jou om te proberen dan eens. Ja, inderdaad. Ja. 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 Oké, okay, dus het sound design zorgt voor een goede sfeer in de game. De levels zien er goed uit. Zijn er ook wat punten te noemen die je iets minder kon waarderen aan Weapon of Choice DX? Ik vond de diversiteit qua guns. Of nee, dat zei ik helemaal verkeerd. Ik vond hem eigenlijk wel aan de korte kant. Je vond hem aan de korte kant? Okay. Ja. Ja, nee, ik vond eigenlijk, als jij hem op de laagste niveau speelt, dan kun je hem echt gewoon binnen een half uur, kun jij er helemaal doorheen gaan. Serieus. Oké, voor de prijs van? Ja, €5,99, dus op zich. Oké. Okay. Ja, de prijs-kwaliteitsverhouding is dan... Ja. Nou ja, goed, als je €6 voor een bioscoopticket zou betalen en je krijgt een film van een half uur, ben je ook niet echt. Ja, exact. Ja. Ja, nee, zo zit ik ook te denken. Ja. Hij is €3,99 of zo zou een iets verdere prijs zijn, maar ja. Okay. Ja, dus hij, qua content, je kan de content rekken door de moeilijkheidsgraad aan te passen. Ja. Dat, volgens mij wat je zegt, en misschien door echt te gaan voor die characters vrij te spelen. Maken we direct ook even een bruggetje naar een van de dingen waar jij ook altijd heel erg op gebrand bent, de achievements. Is dat, hoe zit dat in deze game? Gaat van makkelijk tot moeilijk. Je krijgt achievements voor alle karakters unlocken, voor een paar collectibles vinden. Verder heb je ook echt wel een moeilijkheidsgraad voor het eerste level uitspelen onder een bepaalde tijd. En op de moeilijkste, op de hardste difficulty uiteindelijk uitspelen. Ja. Oké. Okay. En time to complete? 1000, hoe lang ongeveer? Ruwbeschatting? Het ligt echt aan je eigen skills. Good. Een mega wicket is best pittig. En het is mij uiteindelijk gelukt om de game in 4,5 uur volledig op 1000 G te zetten. Zo. Op hoeveel sta je dan in de wereldranglijst, vraag ik me af. Als ik even de TA, de True Achievement lijst bijpak, dan sta ik nummertje 1. Netjes man, ja, je had hem als eerste gecomplete op True Achievements, hè? Ja. Ja, netjes en man. En ben volgens mij nog steeds de eerste en de enigste. Ja. Ja, nee, niet de enige, want ik zag al een lijst van in ieder geval 100 andere gamers die hem ook gecomplete hebben. Oh, nee, nou, die ermee bezig zijn. Nee, ik vergis me. Nee, ik vergis me. Ja, je bent als enige die hem gecompleted heeft. Ja, ja. Er zijn nog meerdere die hem hebben, maar ik ben tot nu toe nog steeds de eerste. Ja, ja, netjes man. En dat in 4,5 uur. Hey, Dimas, hou ons niet langer in spanning. En wat namens XBNL, wat voor oordeel geef je uiteindelijk aan deze game? Ik geef uiteindelijk, en dan neem ik echt wel de graphics en de metal soundtrack heeft voor mij echt wel een positieve vibe opgegeven, kwam ik eigenlijk wel op een mooie 7,5 uit. 7,5. Oké. Nice. Nou, beste mensen, jullie horen het. Heb je zin in een nieuwe run-and-gun game die pak een beet 5 uur al met al zal duren, waarin het goed zit met de sounds, waarin het goed zit met de verschillende wapens en de characters die je vrij speelt, maar waarbij de omvang van de game wel iets aan de krappe kant is. Maar goed, weet je, €5-6, hè? Je kan het wellicht leiden. Dan is Weapon of Choice in ieder geval wat Dimas betreft een game om te gaan proberen. Voor nu ronden we deze review af. Dimas, namens XBNL ontzettend bedankt weer. En we zien je graag weer bij de volgende review terug. Graag gedaan, joh.